Ja, beste zangers, ja, je zat er niet alleen in met Stef Bos, maar met ook een andere Vlaming. En aan die Vlaming heb je eigenlijk veel te danken, heb ik gelezen. Milo, ja. Ja, het is echt leuk, want zijn jeugd, muzieksmaak is exact mijn smaak. En ja, het bleek gewoon dat wij toch wel heel erg op elkaar lijken ook daarin. En ja, hij heeft zoveel humor, hij is zo grappig. En dat weet je pas wanneer je hem echt wat meer ziet en spreekt. En ja, het is echt een prachtig mens en heel lief. En ik had wel echt het idee dat hij ook mij zag om wie ik ben. En ik heb daar wel heel veel van geleerd. Ja. Klopt het dat je eigenlijk gitaar hebt leren spelen dankzij Milo? Nou, niet dankzij Milo, maar wel het nummer wat ik zong voor Milo, dat was van Live, met Lightning Crashes. En ja, dat was ook zijn jeugdlied en hij had daarmee ook zijn eerste optreden. Maar het was voor mij het nummer waar ik altijd heel stoer wat ging spelen. Maar ik kon helemaal geen gitaar spelen. En ineens had ik het akkoord. En toen had ik door van, hé, maar wacht eens even. Dit ga ik gewoon leren. Dus door dat nummer in zijn jeugd en in mijn jeugd hebben we allebei gezien hoe mooi muziek is. Ja. Jij was wel heel emotioneel toen hij een van jouw nummers zong, hè? Ja, klopt. Ja. Dat was met name gewoon omdat hij het veel mooier deed. Dat ik echt... Nee, echt prachtig. Want het was helemaal anders in mijn blazers ook. En ja, dat, ja, ik zou dat zelf nooit doen, maar... Als je het hoort, weet je wel, dat nummer, dat speel ik al jaren niet meer. Maar het blijft wel echt een prachtig nummer. En dan hoor je het weer. En niet echt, ik wist natuurlijk helemaal niks. En dan hoor je dat en je denkt, ik herken dit. En in één keer, ja, en dan valt die bom en dan ja, huilen. Ja. Maar ik huil sowieso al heel snel. Veel te snel. Maar daar is niks mis mee, hè? Nee, voilà. Zeg, zit er een samenwerking tussen Milo en jij in? Als het aan mij ligt wel, maar hij is zo druk de hele tijd. Hè? Hij vliegt dan weer naar Duitsland, dan naar Oostenrijk, en Zwitserland, weet ik het al, allemaal. Dus Milo, als je dit ooit ziet en je bent hier thuis, bel me dan even. Want dan gaan we even wat leuks maken samen.